We hebben hier ook nog een ander boek en dat heet Chocolatier. En Dominique zit hier bij ons. Hè. Je hebt hier al chocolade voor onze neus gezet. We gaan gewoon een keertje proeven. Hè. Wat zien we hier eigenlijk allemaal? Wat heb je allemaal meegebracht? We hebben iets klassiekers smaken. Dat zijn hier de staafjes die we maken voor Peter Goossens. Ja. Dat is een gelei van griot, dat is een soort kers. En een ganache van sambathee. Dat zijn de chocolaatjes die in het Hof van Kleve... De groene zijn passie, limoen en vodka. Ja. En daarna hebben we misschien iets gewaagder. Dat is die kegeltjes die daar staan. Deze twee, dat is ja. een origine chocolade uit Papua Nieuw-Guinea. Leuk land. Ja. En die daar chocolade... zit cocaïne in. Nee, toch niet. Toch niet. Die maken we nog. Die chocolade heeft een beetje aardse smaken. En daarom werd ik geïnspireerd door rode biet. Dus dat is een gelei van rode biet. En een amandelpraline met gefrisdroogde okay. rode biet. Ja. En deze? Dat zijn tequila shotjes. Dat zijn eigenlijk aperitief chocolaatjes. Okay. Dus jullie zien er een beetje rock and roll uit. Ja, we gaan dat proeven. Alcohol, mag dat? Dus aan de zijkant, je trekt pipet eruit. Ja. Aan de zijkant hangt er een klein beetje zout. Je likt naar je zout. Likt daar maar lekker aan. Voilà, zout. Oh, en dan de pipet in je mond. En dan squeezen. Tjik, tjik. Ah, oh, wacht. In je mond, ja. Ja, daarop goed op duwen, want die zijn gevuld met tequila. Ja, oké. Okay. Ik weet niet of jij mag drinken tijdens het werk. Ja, ik mag. En dan eet je die chocolade op en dat is een bittere ganache van limoen. Dus de Mexican way, zout, tequila, limoen. Schitterend, hè? Mm. We hebben daar ook mojito's en carpirinha's en Bloody Mary's. Mm. We noemen dat shocktails, dus tussen chocolade en cocktails. Heerlijk. Oh, dat is wel echt goed en aanraden. Uiteindelijk heb je ook nog lipstick. Ja. Dat was eigenlijk ook heel toevallig gekomen. Ik heb een vriend van mij, een wetenschapper, Bernard Lahousse, die helemaal bezig is met voeding. En op een dag zei hij, Dominique, weet je dat de lipstiften die de dames gebruiken, eigenlijk gebaseerd zijn op cacaoboter. Dus jullie eten heel veel cacaoboter in jullie leven. En wij ook. Als jullie mogen zoenen, dan eet ik ook heel veel cacaoboter. Maar dat heeft weinig smaak. Dus dacht ik van, het is eigenlijk zonde. Dan kunnen we zowel echte chocolade nemen. Dus ik heb daar testen mee gedaan. Eigenlijk als grapje. Ja. En ik had het maakt niet ja, stom. Doe maar. Absoluut. Zit er een beetje gothic uit. Ja. Dus je smeert je lip nu met chocolade. Ja. En België is bekend voor onze dame blanche, vanille-ijs met chocoladesaus. Ja. En dan mag je eigenlijk dus dan, hè? Dan serveer ik vanille-ijs. En als de mensen dat dan van eten, dan krijgen ze dus die chocoladesmaak en vanille-ijs. Mag ik jou kussen? Uiteraard. Ja? Ja? Op uw wang? Of wat doen we dat? Ja. Ja, okay, jammer. Voilà, kijk. Ah, fantastisch. Perfect. Leuk, hè? Je kan er ook pijltjes mee op je lichaam doen. Dus kijk, ga ik een keer een voorbeeld doen. Zo. En dan? En dan kan je daarmee spelen.